Hoi, leuk dat je kijkt deze video. Vandaag ga ik eens een keer wat anders doen als anders. Ik ga namelijk mijn workout filmen, maar in real time. Als in, ik ga niet de camera tussendoor verplaatsen. Ik ga niet het smooth editen met een leuk muziekje eronder en dingetjes netjes. Nee, ik ga gewoon de workout compleet filmen zoals ik hem doe. Dus met het zweet, de puff, de waarschijnlijk dat ik soms moet compenseren of dat ik de oefening net iets anders moet uitvoeren omdat ik het anders gewoon niet red. Vooral omdat we ook een sweaty sweater gaan doen. Voor degenen die dat niet weten, dit is het e-book van Sarah Day. En dit heb ik voorheen, nou ja, een paar weken gedaan. En het is gewoon heel erg veel cardiovasculair, dus heel veel uithoudingsvermogen. Dat heb ik niet, ik ben iemand meer van de krachttraining, maar ja, ik kwam er dus achter dat het nu echt wel te wensen overlaat, dat ik echt wel soms buiten adem ben. Dus dat dat wel eens goed is om dat weer eens een beetje op te pakken. Dus ik dacht, ik ga deze doen. Dit is een sweaty sweater, dat betekent dat we 7 oefeningen hebben en iedere oefening herhalen we 6 keer voordat we naar de volgende oefening gaan. En die 6 keer is 30 seconden lang. En tussen de oefeningen is het 10 seconden. Dus bijvoorbeeld de crab walk. Die ga ik straks mee beginnen. Die doe ik 30 seconden. Dan heb ik 10 seconden rust. En dan ga ik weer een crab walk doen. Tot ik de crab walk 6 keer heb gedaan. En dan heb ik 30 seconden rust. En dan ga ik door naar oefening 2. Ik denk zomaar eens dat ik dood ga. En ergens zie ik ook nog ergens burpees staan. Waarschijnlijk heb ik dat niet eens. Ik bedoel, burpees? Ik geloof dat het is oefening 6. Tegen tijd dat ik bij oefening 6 ben, ben ik al bijna 24 minuten beter, denk ik. Zoiets? Ja. Dus, I don't know. Maar wat ik dus ga doen is, ik ga het filmen. Ik ga het laten zien hoe ik het doe. Of ik het moet modifyen of niet. Ik ga het natuurlijk wel versnellen, de video. Want anders duurt het video waarschijnlijk een half uur. En dat is natuurlijk weer niet entertaining. Maar ik denk dat het wel leuk is om te zien dat, ja, dat ik struggle. Voor jullie is dat leuk. Voor mij is het niet leuk. Ik heb er zo geen zin in. Maar we gaan het wel doen. Let's go. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. Dat was oefening 1. Ik ben nou al bij het adem. En dan ben ik echt iedere keer aan het kut met de camera. Dus ik wil eigenlijk wel volledig in beeld zijn. Dat is goed bij, denk ik soms. Kijk, ik moet doen. Lekker bezig. Mijn benen zijn aan het verzuren. We moeten nu zijt tot zijt dood uit.
Moest deze al anders doen, dus dan. Echt pijn. Kan ook gewoon niet. Kan het wel, kom. Ik doe wel een gemodificeerde burpee. Echt, mijn benen trillen, dus hou me denk ik niet eens. Ik word oud, ik Nou, dit is wat een goed half uurtje met je doet. Oh my god. Nou, ik hoop dat jullie in ieder geval iets uitgehaald hebben. Al is het maar dat als je niet alle oefeningen kan, je ze altijd nog kan modificeren. Op een andere manier kan uitvoeren. Of gewoon wat langer de rust kan nemen. Ik heb het ook nodig. Ik kan ook niet met mijn 10 seconden rust en dan blijven squatten of burpees. Of wat ik zei, burpees en push-ups zijn echt my art and me. Dus, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat je in ieder geval inspiratie op hebt gehaald. Dat zelfs als je niet alle oefeningen van een workout kan. Of dat je het niet met de rustperiodes kan doen. Dat je langere rustperiodes nodig hebt. Pak die dan gewoon. Maar doe wel wat. Zelfs als ik de burpees en de push-ups. En tuk-tums, wie verzint het ook. Die kon ik niet doen, dan probeer ik het op een andere manier te doen. Of alleen de burpees, of alleen de push-ups, of een combinatie. Of juist heel traag, maar dat je wel in beweging blijft voor die periode. Oh. I'm still 20. De workout doet in ieder geval zijn naam eerder aan, want ik ben ontzettend erg aan het zweten. Dus het is met recht een sweaty shredder. Ik ga even nog wat rek- en strek oefeningen doen. En dan lekker onder de douche door, want... Ik heb het weer gedaan voor vandaag. Laat even in de comments achter weten welke workouts jij het leukste vindt. Krachttraining, cardio, dit soort plyometric cardiovasculaire. Geef even deze video een duimpje omhoog als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan zie ik jullie in de volgende.